Wij gaan terugkijken naar de allereerste Quinzing video's. Ik ben excited! Hi goed volk, welkom bij een splinternieuwe Quinzing. Zoals jullie waarschijnlijk wel merken, ben ik in een beetje een vreemde omgeving. Waarschijnlijk zullen een aantal van jullie ook weten dat ik aan het verhuizen ben. 1 plus 1 is toch echt nog steeds 2. Tada! Welkom in mijn nieuwe kamer! Alles is echt nog, alles staat in dozen, alles is nog puin. Mijn bed is een soort van het enige wat ik een beetje heb, maar wat nog steeds niet af is. Want er zitten echt 4 kussens op, maar ik heb nog geen sprei, ik heb nog geen andere dingen. Ik heb maar een random kan of vaas ding, heb ik maar in de achtergrond daar in de hoek gezet. Omdat ik dacht, ik moet toch iets hebben wat een beetje de boel opvult. Er gaat een heleboel veranderen op Quinzing. Nou ja, een heleboel is ook weer overdreven. Er gaan gewoon wat dingen veranderen op Quinzing. Gaan we het later over hebben. Maar ik dacht, bij verandering hoort dat je eventjes terugblikt naar hoe het begon. Want er gaan een heleboel dingen gebeuren en een heleboel toffe kansen heb ik. Maar het begon allemaal met een filmpje op YouTube. Oké dan. Dan gaan we naar mijn allereerste video's. Jongens, luister. Ik weet niet eens of deze überhaupt nog online staat. Ik ga gewoon even kijken. We gaan even kijken naar de YouTube. Naar my channel. Oh, jawel, daar is hij. Holy shit. Mijn eerste video is al 2 jaar geleden online gegaan. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor? Ik wel. Laten we gewoon beginnen. Hoi allemaal, welkom. Maak jezelf vooral comfortabel. Mijn eyeliner was zo sharp. Vroeger deed ik heel dun mijn eyeliner. En het is echt on point hier. Oh my god. Hey. Ik heb een beugel. Mijn naam is Quinzing Misitjan en ik ben van... Oh! Het is echt nog maar 2 jaar geleden, maar... Mijn naam is Quinzing Misitjan. En ik ben van plan om op dit kanaal wekelijks filmpjes te gaan uploaden. Vorig jaar ben ik een Engels kanaal gestart. Dit weten veel van jullie waarschijnlijk niet, maar... Quinzing is niet mijn allereerste kanaal. Ik had voor Quinzing nog een kanaal. Dat was Engels. Misschien zijn er mensen van jullie die dat kanaal wel hebben gekend. Daarop maakte ik vlogs van mijn schoolperiode, van mijn examenjaar. Ik dacht, dat is leuk. Het heette School Vlogs. En daar heb ik vooral gewoon gekloot en leren editen. Oh, hij was zo adorable. En natuurlijk gebruik ik een stukje waarbij ik Joe Sog ontmoet. Of course I do. Oh, mijn haar. Holy shit. Je kan er even naartoe gaan, maar ik ga er vooral films uploaden vanaf nu. Ik was zo ambitieus. Ik dacht, ik ga op mijn andere kanaal allemaal vet artsy dingen doen. Ik ga allemaal hippe filmpjes met hipster muziekjes erachter. Believe me. That channel is dead. En mijn Engels was toen nog niet eens zo heel goed. Heel schattig. Maar het is wel beter geworden door dat Engelse kanaal. Serieus. Door mijn Engelse kanaal is mijn Engels echt beter geworden. Girlfriend, you don't even wanna know. Dus, over mij. Ik ben 1,66 meter lang. Of kort, hoe je het zelf wil noemen. Oh, van die goed geforceerde humor, weet je wel? Van die goed geforceerde comedy. Dit had ik waarschijnlijk opgeschreven. Ik ben 1,66 meter lang. Of kort. Hoe je dat zelf wil noemen. Oh, wat een kutgrap. Kiddo, op deze aarde terecht. Ik was pittig schattig. Oké, wacht, we gaan het straks wel zien. Dit is zo embarrassing. Lord. Ik sliste een beetje door mijn beugel. Dus mijn zus is casting director en actrice. Ze is een multitalentje. Slijmbal. Ik hou van boeken lezen, ik hou van dansen. Ik hou van boeken lezen. That didn't even make sense though. Ik hou van boeken lezen terwijl ik dans. Bitch, you didn't. Niemand doet dat. Niemand gaat boeken lezen terwijl die danst. Dat gebeurt gewoon niet. En ik hou van koffie. I haven't changed a bit. Vele Amsterdammers, niet zoals deze twee jongens. Ik val zo door de mand. Wacht. Ik ga straks uitleggen. Dat moest ik, nu schaam ik me. Ik ga straks uitleggen waarom. Dat is een zekerheid. Ik ben een meisje en ik ga geen make-up doen op YouTube. Like dit filmpje dan en subscribe. Ik wist toen de game al, hè. Like het filmpje, subscribe. I got
down. Jullie zagen net het grapje over de cinema. Zo van, ik ben een echte Amsterdammer niet. Want deze boys komen uit Groningen. Het zijn echt niet echte Amsterdammers. Ik ben wel een echte Amsterdammer. Het eerste Nederlandse kanaal, zeg maar het eerste, allereerste Nederlandse kanaal wat ik tegenkwam, was Alice in YouTube Land, toen Thomas. Maar wat ik echt tof vond, dat ik echt dacht, dit is zieke shit. Dat vond ik Cinemaze. Vond ik echt grappig. Ik vond het leuk. Ik vond het tof. Het was Engels. Maar dat waren ook Nederlandse jongens. Daar kwam ik toen achter. En toen vond ik het helemaal fantastisch. En ik keek ook heel veel de Kelvlog. Oh, ik hoop zo dat Kelvin dit gewoon niet kijkt ook. Ik bid dat Kelvin dit niet kijkt. Maar ja, ik was echt die pittige fangirl. Ik gebruikte de hele tijd pittig. Want Kelvin gebruikte pittig. En ik keek, de enige Nederlandse video's die ik toen de tijd keek, waren Kelvin's video's. Dus mijn taal ging gewoon instant naar dat. Het was verschrikkelijk. En nu als ik daar naar terugkijk, denk ik, fuck! Alle grapjes terzijde, dat was echt adorable. My goodness. Mijn tweede video was 3 minuten en 38 seconden. En het waren eindexamen dingen. Waar de fuck is mijn geluid, man? Waarom kon ik geen geluid fixen? De eindexamen zijn voorbij, de uitslagen zijn er en we mogen officieel onze examenbundels gaan verbranden. Zo met een VWO-diploma behoor ik nu tot 10% van de werkende slimste mensen in Nederland. I like myself slimste, because bitch, that ain't true. VWO is gewoon een discipline en instelling, dat is niet per se je intellect. Het allermooiste aan deze video vind ik dat ik van de hak op de tak spring. Ik weet niet waar ik het over heb. Het ene moment heb ik het over het feit dat ik ben geslaagd voor een VWO-diploma. Dan dat ik een soort van, oh nee, ik ben VWO'er. En nu denken mensen dat ik heel veel ben en dat ik heel hoge literatuur lees. Vind ik mezelf zielig omdat ik blijkbaar slim word gevonden. En vervolgens, waar ga ik het nu? Oh ja. Over de ongemakkelijkheid als je een docent moet vragen om te plassen. Daar kan je 4 video's uit halen uit al die topics die ik nu beschrijf, maar goed. Anyways, voor alle geslaagden in Nederland, gefeliciteerd, top gedaan. Give it up voor de geslaagde mensen, woo! Wow, 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 hold up though. Hold up though. De jump cut. De jump cut, I know it. Beetje naar achter, beetje naar de zijkant zou gaan staan en dan woehoe. Tegenspel geven aan jezelf. Oh yes, bitches. Ik had die YouTube game down. Oh, ik was... Oké, now you're gonna shut up. Ik ben een vogeltje. Oh. De ik doe gekke grappig. Kijk, ik ben schattig. Vogeltje. Oh my god. Nee. Nee. Nee, bitch. You didn't. En dan zie ik jullie sexy mensen de volgende keer weer. Doei! Jongens, Goed Volk bestond toen nog niet. Goed Volk bestond toen nog niet. Het was er nog niet. En dan gaan we naar de quizding video of all time. Broer en zussentest. Deze video, jongens. Deze video. En weet je wat ik wel leuk vind? Ik ben begonnen en ik ben niet gelijk. Ik ben totaal geen challenges gaan doen. Totaal geen tags. Q&A deed ik pas bij mijn... Na 3 maanden of zo. Oh, vervolgens dacht ik dat Quinmas, 12 Days of Quinmas, een goed idee was met room decoration en... We've all been there in een of andere rare keuze. Ik... props naar mij in 2014. In 2014 ging elke kanaaltrailer ging zo. Hoi, welkom op mijn kanaal. Ik ben Marie en ik ga voor jullie allemaal verschillende video's maken op YouTube. Ik ga heel verschillende dingen doen, van challenges tot tags naar vlogs en natuurlijk ook DIY's. Dus ben je benieuwd? Abonneer dan op mij. Insert gekke dansjes doen. Insert gek bewegen. Insert allemaal woordgrapjes die leuk zijn. Dat was zo verschrikkelijk, vind ik nog steeds. Vind ik nog steeds. Oprecht, als je zo'n kanaaltrailer hebt, I'm sorry, but I fucking hate it. Broer en zussentest heb ik 10 september 2014 geüpload. Hij heeft nu 104.000 views en 24 duimpjes omlaag. Welke 24 mensen hebben geen humor? Deze shit is funny. Moeten we naar de camera kijken? Ja. Hoi allemaal. Oh. Dat was ik. Hoi allemaal. Zoals jullie zien ben ik vandaag... Oh, hold up.
Zullen we een momentje nemen voor het feit dat dat touwtje, weet je wel, dat irritante crisis touwtje, dat dat gewoon zo... Hello, I'm here, look at me. Dus de hele video lang, I know. En dat gaat over jezelf. Shireyna's een stem, Shireyna's een stem. Geboren? Je weet zelf niet eens hoe laat je bent. Je hebt net gekeken. Ik heb je net gevraagd. Hoe is dat gewoon? 3. I don't know what these bitches are up to. What the fuck? Hoe ben ik een keertje bijna dood gegaan in het twisken? Drie, twee, één. Ik zweer maar eens in je voeten. Het leuke van dit moment was zeg maar de oprechte blijdschap. Want ik dacht, oh shit, deze weet ik. Oh shit. 2, 1. En de augurken gewoon in de augurken. Een bakje augurken. Een bakje augurken. Ja, maar jij zei bakje boter, daarom. Nee, ik heb een keer mijn lies gebost. Mijn lies gebost. Er is ook niemand anders op YouTube die dat soort woorden gebruikt behalve mijn familie. Ik heb mijn lies gebost. Hoe vaak ben ik vorig jaar uit de klas gestuurd? Hoeveel vandaag ga je naar school? Ik denk 200 ongeveer. 3, 2, 1, 199. Huh? Hollands. We praten gewoon Nederlands. We hebben allemaal geen accent. Maar om een of andere reden, als we met z'n drieën zijn, gaan we sowieso praten. Zomaar komt dat opeens naar boven. Maar van Persie is maar van Persie, maar van Persie is ook... Ik weet niet of jullie het weten. Waarschijnlijk wel als je me op Snapchat volgen. Maar mijn zus is een soort van een psycho. She can be real crazy. Real quick. Slechte camera kwaliteit. Maakt ook allemaal niet uit. Deze video is ook echt geëdit in Windows Movie Maker. Yes, I did. Dus dat was ik die terugkijk in het verleden. Naar mijn video's van vroeger. Naar de video's waarmee Quinzing allemaal begon. En Broeders en Zus is nog steeds een van mijn favorieten. En echt wel een van mijn meest bekeken video's. Ever. Anyways, er gaat heel veel veranderen op Quinzing. Er gaat heel veel veranderen in mijn leven. Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat er gewoon video's komen. Dus dat is goed. En verder dat ik heel hard moet gaan werken en heel weinig ga slapen. Maar allemaal voor vette dingen. En dan wil ik van jullie weten, wat is de allereerste Quinzing video die jullie ooit hebben gezien? Wat was de eerste video die jij hebt gezien? En waardoor je hebt geabonneerd. Dan zie ik jullie gewoon weer bij een volgende Quinzing. Zelfde plek, zelfde tijd, maar met een ander ding. Doei! Ik ben er gewoon nog steeds hoor, maar ik dacht ik doe eens gek. Doe eens gek. Doe eens helemaal Shane Dawson à la 2010. Wie heeft gewonnen? Sowieso ik. Ik heb sowieso gewonnen omdat ik de oudste ben. Nee. Ik heb gewonnen omdat ik de slimste ben. Ik heb niks om.